De meest koelbloedige moordenaar van de wereld is weer terug. Agent 47 in Hitman Absolution. Ja Rob, 6 jaar heeft het geduurd. 6 jaar, het is een lange tijd geweest sinds Blood Money was het vorige deel. Het was een prima Hitman game weer. Ja. Maar met Absolution gaan ze wel een beetje een andere weg inslaan, hè? Ja, want ze gaan toegankelijker worden om een breder publiek aan te spreken. En ja. het was even... Het was even schrikken dan. Het was even schrikken, hè? Vooral de hardcore gamers die stuurden allemaal e-mails naar een ontwikkelaar van Hitman Absolution. Van ja, dit kunnen jullie niet maken, want we willen wel de echte klassieke Hitman gameplay behouden. Ja, want waar het natuurlijk gaat om in Hitman, je hebt dat speelveld, zeg maar, daar word je gedropt als sluipmoordenaar of als huurmoordenaar is het natuurlijk. Ja. En dan moet je dus op die manier van alle situaties gebruik maken om jouw target zo stil en zo effectief mogelijk om te leggen. Ja. En het ding is dat je dan dus allemaal trucjes kunt bedenken en dan kun je allemaal dingetjes leren van ja, als ik dat doe, zeg maar, als ik die taart vergiftig, zeg maar, die wordt dan opgehaald door de bakker en dan wordt die gebracht naar die gast, weet je wel. Ja. En we waren eigenlijk een beetje bang dat dat soort dingetjes verloren ging, maar dat is dus niet het geval. Dat is niet het geval. Ik heb het helaas zelf niet kunnen spelen, want we hebben een contract level gespeeld. Contract is een gloednieuwe modus in Hitman Absolution, daar hebben de fans blijkbaar jarenlang om gevraagd, bleek uit het interview dat ik had. Want wat is Contracts nou precies? In Contracts speel je, zeg maar, een level uit de verhaalmodus. Alleen dan wordt dat level helemaal omgedoopt tot een bepaalde opdracht waarbij je 3 doelwitten of meerdere moet omleggen. Okay. En het is helemaal aan jou hoe je dat gaat oplossen. Dus inderdaad met die taart kan. Maar je kan bijvoorbeeld ook dus jezelf verkleden als een postbode en dat je hem dan een pakketje geeft en hem daarna neersteekt ofzo. Dat is wel vet, want met Hitman was het wel, na een tijdje had je het allemaal door en was je klaar mee. Ja. Dus wel tof dat ze dus iets doen dat... Ja, gewoon de herspeelbaarheid op die manier gigantisch bevorderd. En je kunt kiezen tussen easy en hard. Nou, bij easy heb je geen bonus objectives, maar als je hard kiest, dan moet je met verschillende dingen rekening houden. Bijvoorbeeld met de volgorde waarmee je doelwitten gaat omleggen. Of je gespot wordt door de guards natuurlijk. Een beetje dat soort typische dingetjes. En het mooie is aan contracts, is dat het hele sociale aspect van de huidige generatie, dat dat helemaal wordt meegenomen. Dus je kunt, zeg maar, zien of jouw vrienden beter scoren dan jij. Oké, maar het gaat echt puur op punten, het is geen multiplayer, Het is geen multiplayer, maar het krijgt puur op punten. Dus het is een leuke gadget. Ja, maar ik vind het heel goed klinken. Ik bedoel, ik heb ook een interview gehad met ontwikkelaars, die zien jullie later nog. En ja, die zei ook, jongens, jullie hoeven niet bang te zijn, het wordt geen casual Hitman of zo. Als je die hardcore Hitman ervaring wil, die zit er nog steeds in, maar dan beter. Het neigt wel meer naar Splinter Cell, moet ik zeggen, maar het is wel gewoon echt gewoon puur weer Hitman. Alleen, het laatste puntje. Ik zeg alleen, maar eigenlijk is het gewoon echt het meest grootste verbetering die Hitman Absolution heeft. Chinatown. Chinatown is dat level waar je doorheen ging, hè? Ja, maar Chinatown speelt een hele grote rol. Maar wat ziet dat er verbluffend mooi uit. Maar wat doe je daar? Ja, je speelt daar dus een level. Je moet dus een of andere kok omleggen daar. En dat sfeertje daar. Iedereen is op straat aan het bakken. En staat te roken. Laten de honden uit. Dat is dus het ding. Hoe heet het? Die hele wereld in Hitman is deze keer levendiger. Ja, dat die situaties meer invloed op elkaar hebben en zo. En ja, dat wordt gewoon zo vet. En, heel vet. Het is nog een paar maandjes wachten volgens mij. Hij komt op 20 november. Ja, klopt. 20 november, helemaal goed. In één keer aan mijn hoofd op de Xbox 360, PlayStation 3. En PC, ja, ik moet zeggen, volgens mij kunnen we allebei niet wachten. Ik kan niet wachten.